Pek Zwolle tegen Heracles Almelo. En Brian is, voor de mensen die gisteren de stream hebben gezien, ontzettend blij met zijn nieuwe medespeler, de Italiaan. En ja, die deed het ook ontzettend goed, want die won namelijk met 2-0, als ik me niet vergis, van Ciardo Paliama. Waardoor Ajax en Heracles dus de punten deelden. En ja, dit is een ontzettend belangrijk potje. Want als wij ook een beetje gaan inzoomen op de huidige stand, dan zien we dus PEC Zwolle staat 1 na laatste. En Heracles staat dus 15e. En waar het vooral op neerkomt, Tony Kok die kan altijd wat geks doen. Ook al heeft Heracles nu met onze vriendelijke vriend Cosimo een ongelooflijk topper in binnengehaald. Maar ondanks dat zou het in deze wedstrijd ook wel van Brian moeten komen. Brian zou deze pot wel echt moeten winnen. Oh, dat doet hij goed zeg. Dat doet hij goed. Oef. Zonde. Brian met een verse koep. Ajax opzij. Game on. En wat kunnen we in deze wedstrijd van Pac-Man verwachten? Dat is ook al een belangrijke. Pac staat nog steeds op de 17e plek. Met 3 punten. Uit 7 wedstrijden. En uitslag van de vorige. Oh, dit doet hij goed hoor, die Pac-Man. Dan komt hij. Oh, Zabrotta. Die wint van Kylian Mbappé. Uitslag vorige speelronde was FC Groningen 5. En PEC Zwolle 0. Nick kwam toen met 3-0 van Stefan. En Bob met 2-0 van Tony. PEC moet de komende 2 wedstrijden tegen RKC en VVV. Dat is wel. Dat is wel aardig. Daar zijn echt wel wat. Wat punten te behalen voor PEC. Zeker tegen RKC, maar het zijn ook allebei gewoon hartstikke goeie hoor. Want RKC is op een 5e plek en VVV op een 4e plek. Maar ja, PEC Zwolle moet gewoon uiteindelijk gewoon een keertje punten gaan behalen. Weet je, als het niet lukt tegen Heracles en als het niet lukt tegen die 2 tegenstanders, ja, dan ben je eigenlijk al een beetje afgeschreven voor de top. Stuk hoor. Om die play-offs te gaan halen. Focus. Ik weet niet of die zei nou hou je bek, maar gewoon die focus. Hou je bek. Ik dacht dat dat werd gezegd, maar ik weet niet zeker. Tegen Brian in ieder geval. Heracles heeft hem voor de rest van het seizoen versterkt met de 22-jarige Cosimo Guarnieri. En mooie gast dus. Gisteren live te zien bij de KPN E-divisie. En toen vertelde hij ook van. Ja, we willen met Heracles willen wij gewoon minimaal de play-offs halen. En wij zijn gewoon een goed team samen. En dan kunnen we nog heel veel mooie dingen gaan. Oh, bewerkstellig. Een goede goal van Brian. En Cosimo die zit, zit even mee te kijken. En die ziet dat zijn teamgenoot op 1-0 voorsprong komt. Ha segnato. Eh sì. Maar Guarnieri bezet momenteel de 7e plek in de Global Series ranking. En nu dus met hem erbij in de E-divisie samen met Levi de Weert, Dennis Verhoeven en Olly Bolly. Zijn gewoon vrije paas. Heeft de KPN E-divisie daarmee de 4e top 10 speler in huis. Top 10 speler. Ja, we gaan echt. We gooien hoge ogen wat dat betreft hoor, dames en heren. Het zijn allemaal toppers die we hier in de competitie hebben. Alleen maar leuk. Hier komt Pelé weer. Vieira. Gullet. Goeie actie. Er is ruimte hier. Probeer het dicht te houden dan, hè, Steef. Rustig in balbezit. Pelé. Goeie goal zeg van Brian. 2-0. Lekker beetje water voor Brian. Kom op man. Kom op man, je hoort het al. Je hoort het hem al zeggen. Kom op. En dat betekent ook dat
Heracles nu op een comfortabele 2-0 voorsprong staat. Ja, en ja, dan heb je ook daarmee ook wel een beetje toe met Tony. Want dan moet hij al tegen een speler die ontzettend sterk is. Maar er komt daar ook nog eens bij dat hij waarschijnlijk met een flinke achterstand moet beginnen. Of gaan we hier de remontada zien van Pac-Man tijdens zijn matchday. Het zou zo leuk zijn. Het zou zo leuk zijn. Maar ja, dat is lastig te voorspellen in ieder geval van voor nu. Hier komt Brian weer met PLA. Wat een bal zeg. Iets te zacht wel. Waarom nou zo hard, jongen? Echt iets zonders. Oh, Pac-Man, hou je focus, jongen. Dat moet je echt niet doen. Je moet echt geen lange ballen gaan spelen. Wees rustig in je balbezit, want dan krijg je alleen maar meer kansen tegen. Brian wacht geduldig met zijn laatste kans. Gullit. Vieira. Gaat er nog een goaltje komen voor rust of gaan we rusten met 2-0? Oh mijn god. Oh mijn god, hoor je. Maar ik denk dat we nog één corner krijgen en dan gaan we rusten. Komt hij erin. Wordt kort genomen. Ronaldo Nazario Dalima. Ah, jammer. Oh, mooie actie wel. Je speelt echt perfect daar. Het is 2-0. We gaan rusten. Zo blijven doorgaan. Daar zijn we weer. Rust is voorbij. En ja, wat gaat het worden voor de Pac-Man? Ja, dit soort dingen, die slaan echt helemaal nergens op. Dat hij daar die bridge doet. Ik ga er echt zo ontzettend slecht op. Van, je speelt dan samen met Tony Kok. Gun hem alsjeblieft nog even zijn potje tegen Cosimo. Want je wilt hem niet laten beginnen met 3-0. Dat is gewoon, is gewoon oneerlijk. Je kan dan niks van hem verwachten. Dan doet hij gewoon niet mee in deze wedstrijd. Dat is, ja, doe dan gewoon rustig in dat balbezit. Niet gelijk weer naar voren. Dit was goed. Precies. Balletje terug. Alsjeblieft. Rustig aan. Kom op, Steve. Mbappé. Goede actie. Ronaldo. Och, jammer. Probeer het daar te doen. Kon echt nog door. Oké, dat is achteraf. Maar bij Heracles wordt... we gaan het zo trouwens iets meer hebben over Cosimo. Dat is niet nodig. In ieder geval, Heracles is dus van de 14e naar de 15e plek gezakt. Maar desondanks de lage plaats op de ranglijst hebben de Almeloers wel vertrouwen getankt uit het gelijkspel van Ajax. Of tegen Ajax van gisteren. Dus een mooie wedstrijd was dat. En Pek staat nog steeds op de 17e plek. Daar is vrij weinig veranderd. Heracles moet de komende twee wedstrijden tegen AZ en Utrecht. Hier de Pac-Man. We hadden met de aanname. Gelukt. Oh, er was echt wel mogelijkheden daar als Stefan echt een beetje rust bewaart. Daar gaat Mbappé. Gelukt. Ronaldo. Vieira. Gaat hij weer. En het is opnieuw Pek Zwolle in de aanval. Fernandes. Ronaldo. Cruijff. Gaat hij weer opnieuw. Zwelt hem in. Carlos Alberto. Cruijff. Carlos Alberto. Nu opnieuw Pek Zwolle. Kan Stefan doorcombineren om uiteindelijk een kans te maken? Kans. Oh, dit is echt veel te moeilijk gedaan, Steve. Pak je rust eens.
Hij ziet het voetballende, ziet hij allemaal wel, hoe hij uiteindelijk die bal kan geven. Maar het komt er uiteindelijk erop neer dat hij... Oh, zo funny. Wat ben je nou aan het doen, Steve? Kom op. Pak je focus! Hier zien we een corner van Brian Hessing. Vieira. Ronaldo. 66e minuut. Veel cancel croquetta, zie je Vieira. Inspelen. Oh, wat een goede goal. Goeie goal. Hele goede goal. 3-0 voor Brian Hessing. En ja, dat is het ding. Fuck yes, man. Niks meer weggeven. Met Stefan. Nu speelt Tony Kok uiteindelijk een wedstrijd tegen een van de beste PlayStation-spelers op het moment. Met een 3-0 achterstand. En daarvoor heeft hij niks hoeven doen. Daar gaan we weer. Kylian Mbappé. Maak een goalje, Steve. Doe het voor het publiek. Doe het. Doe het. Nee. Dit scheelde heel weinig. Stefan was heel dichtbij een goaltje. Mbappé. Ronaldo Lima. Komt Gullit weer. Ja, Brian hoort het ook in zijn... commentaar van zijn teamgenoot. Oh, wat is dit dan? Wat gaat Stefan doen? Jammer dat wij zijn... opstelling niet zien. Wat voor wijzigingen hij nu gaat aanbrengen. Dus CBL, gaat die er nog in komen dan? Nee, blijft eruit. Toch het spitse duo Cristiano Ronaldo en Cruyff. Ronaldinho komt er links in en Mbappé blijft rechts. En een solide verdediging van Heracles met Maldini en Van Dijk. En zo mogen we dan de Italianen aan het werk zien tegen Tony Kok. Ja, en Brian die wil zich ook gewoon bewijzen tegenover zijn vriendelijke Italiaan. Ja, ik hoort ze nog. Het kan. Maar niet geforceerd, hoor. Niet geforceerd. Gewoon blijven spelen hoe je speelt. Gewoon blijven spelen hoe je speelt. En dat betekent eigenlijk, je hebt vrij weinig kansen weggegeven. Maar probeer wel die focus te behouden dat je in ieder geval PEC Zwolle op 0 doelpunt houdt. Want dan is Tony Kok zo goed als kansloos. Ja, dit soort dingen, dit is echt... Dit is echt... Zo killing dat, dat Stefan nu nog zo aanvallend speelt. Het zou echt niet... het zou echt niet moeten, zeg maar. Stefan zou gewoon flink op de verdediging moeten spelen. 1 of 2-0 verliezen. En dan gewoon Tony nog de ruimte geven in dit soort gevallen. Maar helaas. Mbappé. Daar gaan we. Cruijff. Goeie actie. Ah, dit is lekker zeg. Je ligt toch over de zoveelste keer, jongen. Ja, dit is een hele goede goal. Weer. Ja, echt. Hou maar op, man. Ja, en dit is echt... dit is eigenlijk gewoon iets wat je... Ja, wat je PEC Zwolle kan aanreigen. Ik heb gewoon... Jongen. Het is puur alleen maar... Ik heb zo te doen met... Hopen dat je paas aankomt. Ik heb zo te doen met Tony op dit moment. Voor de rest heb ik er niet zo heel erg veel over te zeggen eigenlijk. Brian Masterclass. Niet 1, niet 2, niet 3. Maar 3 maatjes te groot. Maar in ieder geval, ja, wat ja jongens, jongens, wat het, nee toch, gelukkig, nee, ja, dan, oh, het zal toch niet, het zal toch niet dat het 5-0 wordt, alsjeblieft niet.
Het is vrij paai. Nee, wat doe je? Ik kon er nog echt wel aannemen en kappen, zeg maar. Dit ook. Oh, jongens. Oh, joh. Ga je niet aan doen, hè? Oh, joh. Daar gaat hij. En babben. Ja, het is klaar. Brian wint met 4-0 van Pac-Man. Vrij overtuigend. En Tony Kok staat een onmogelijke taak te wachten. We gaan door naar de tweede wedstrijd. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie zo. Dames en heren, welkom bij de returnwedstrijd. Daar zijn we. Met onze favoriete Italiaan. Heracles Cosimo. Dit wordt fantastisch. Dit wordt lachen, gieren, brullen. We gaan een meester aan het werk zien. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het jammer is dat Tony Kok met 4-0 achter begint. Want eerlijk gezegd gunde ik hem wel een iets coulantere, iets rustigere stand. 2-0 was prima geweest, maar 4-0. Pop, pop, pop. Wel aan Tony Kok om nu te kunnen laten zien of hij van zulke mensen kan winnen. Want Cosimo die wil sowieso winnen. Dan is een winnaar ten top, dat is nu wel duidelijk. Maar we gaan zien of dat uiteindelijk ook gaat gebeuren. Hij begint lekker snel met combineren. Goed verdedigd daar door Gullit. Cosimo Guarnieri. Bezit dus momenteel de 7e plek van het FIFA Global klassering. Global Series Ranking. En bij Heracles wordt de Italiaan ploeggenoten dus met Brian Hessing, die jullie net dus ook zagen. Oh! 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 Goeie goal! Van Cosimo Guarnieri! Pizza, pesto, spaghetti! Zoals Paschi dat mooi weer zou zeggen. Fantastische goal en dat betekent 5-0. Het is in principe gewoon klaar, maar we gaan gewoon lekker door met leuk commentaar geven. De twee stonden vorig jaar nog tegenover elkaar. Brian en Cosimo. En dat was in het vriendschappelijke toernooi voor de Stay to Score Cup. En destijds was hij in dienst van Cagliari. En ik zeerde in de slotfase een gelijkmaker van Hessing. En toen werd het dus 2-2. Ho. De gamertag van Cosimo is NBD6299. Waar dat op gebaseerd is, geen enkel idee. Maar Cosimo stond dus onder contract bij HC9. Oh, hier Tony Kok bijna met de goal. Probeert het in de korte hoek. Hier komt Pelé weer. Cruijff. Oh, met een gelukje. Oh, goede bridge. Oh, Cruyff. En de goal van Tony Kok. Nice goal van Tony Kok. En de stand staat helemaal gelijk. Tony heeft een antwoord op de goal van de Italiaan. Ik ga gewoon niet doen alsof de wedstrijd tussen Brian en Stefan 4-0 is geworden. Oh, Ferdinand staat centraal bij Cosimo. Ik ga gewoon... Ik ga het gewoon laten zoals het is. Ik ga dus niet doen alsof het echt finals geworden. Gewoon lekker 0-0 of zo. Dat maakt het ook wat dat betreft nog wel wat spannender. Maar stonden ze onder contract bij HC9. Dat was het e-sports team vernoemd naar Hernan Crespo. De Argentijn. In het verleden heeft Cosimo Guarnieri ook gespeeld voor Cagliari. Team Romagnoli. Romagnoli is ook een professioneel voetballer. Team Alkes, dat zegt me nou maar niks. En Team De Nuzzo. Geen idee wat dat allemaal is, eerlijk gezegd. Wat dat betreft kunnen we wel de punten al gaan bijschrijven voor Heracles Almelo. Die gaan dus bij puntverlies van AZ en Groningen
daar overheen. En komen dus sowieso op een 13e plaats. Oh! Goede redding daar van Edwin van der Sar. En hier komt hij nog een keer. Nee, het is een inworp. Zit alweer in de 30e minuut. Cosimo Cagliari. Ronaldo. Guarnieri. Ik zal gewoon alles een beetje uitspreken. Oh, kijk eens. Die gullet tegen gullet. Combinatie. Hier komt Tony Kok weer. Het zou zo lekker zijn voor Tony Kok als hij hier zijn persoonlijke duel zou winnen. Cruijff. Ronaldo. Komt hij weer. Davies. Mbappé. Ronaldo. Cruijff. Oh. Dan komt hij opnieuw. Cruijff. Komt uiteindelijk weer terug. Heracles weer met balbezit. Ferdinand. Zambrotta. Uiteraard de Italianen in de basis. Bij Cosimo. Maldini uiteraard ook. Maldini zie je sowieso in elk team terug. Net zoals Ronaldo Lima in elk team terug te zien is. Maar vooralsnog had Tony Kok het aardig op elkaar. Hier Mbappé. Ronaldo. Bruno Fernandes. Komt hij weer, Cruijff. Ronaldo. Goeie actie. Mbappé. Oh! En gewoon klem vast. Goeie actie wel van Tony Kok. Maar uiteindelijk dus in de handen van de doelman. En Thierry. Je ziet nu ook alles in het Italiaans. Fantastisch. Thierry is dus schoten. Hebben we ook weer iets geleerd. Ik kan wel een beetje Spaans. Maar Italiaans vrees ik nooit te hebben geleerd. Hier komt Cosmo weer. Guarnieri. Komt hij met Cristiano Ronaldo. Koelit. Goeie actie. En we gaan rusten. 1-1 is de tussenstand tussen Cosimo en Tony Coccanel. Daar zijn we weer met de tweede helft. In de KPN-Eredivisie. Tony Kok gaat hier uiteindelijk de aanval zoeken. En wil deze pot wel heel erg graag winnen. Dat is één ding wat zeker is. Davies. Mbappé. Gullet. Ronaldo. En dan komt Cosimo weer. Oh, mooie AK zeg. Elastico fantastico. Elastico fantastico. Formidabelo voor Cosimo. Goal. En dat doen ze niet, hè, Spanje. Maar het is wel gewoon een hele prachtige goal van Cosimo. Heerlijke AK. Goed gedaan. Uit stilstand. En dat betekent 6-1 over twee wedstrijden. Hier onze Cosimo. Prachtige baard ook. Gefocust. Wat een man, internetkabels, alles wordt erbij gehaald. Daar gaat hij weer. Gullet. Maldini. Paolo Maldini. Gullet. En Bobbe. Komt Tony Kok weer? Kan hij goals maken? Oeh, rebound. Oh, heerlijk binnengeschoten van Tony Kok. En er staat er weer 2-2. Wat een merda. Heerlijk die Cosimo. Wat een fantastische gast is dat. Kan ik daarvan genieten. Hier komt Pelé weer. Ferdinand. Maldini. Ronaldo. Babbe. Gullit. Babbe. Hier komt Cosimo weer. Kan hij weer eens de aanval zoeken?
Hier komt opnieuw. Och, Cosimo, goed geblokt. Heerlijke sliding daar van Tony Kok, waardoor hij weer in balbezit blijft. 60ste minuut, 30 minuten op de klok. Oh, en er is beneden heel veel ruimte. Kan die worden gegeven? Nee, helaas niet. Helaas is de ruimte daarvoor niet gevonden. Nu wel. Heerlijk ook dat beeld van... Jammer. Heerlijk ook dat beeld van Cosimo. Daardoor kunnen we ook zien wie er allemaal vrijlopen. Je kan letterlijk de onderste lijn en de bovenste lijn gemakkelijk zien. Waardoor overzicht altijd behouden blijft. Vieira. Gullit. Mbappé. Gelut. Vieira. Ronaldo. Ach. Ja, hier kan Tony Kok niet zoveel aan doen. Wordt ook sorry gezegd namens Cosimo in zijn celebration. Ja, Tony Kok zit er ook nog maar een beetje van. Ja, ik probeer het voor mezelf een beetje leuk te maken. In principe heeft Stefan gewoon met 4-5-0 verloren. Dus ja, wat kunnen we nog doen? Cosimo gaat wat wijzigingen doorvoeren. Ronaldinho komt er waarschijnlijk in. Samen met Cruyff. Cruyff komt voor Eusebio. ...7-2 staat het dan. Het was dus 4-0 tussen Stefan en... 4-0 tussen Brian en Stefan. 4-0 voor Brian. Eusebio komt er dus in voor Pelé en Ronaldinho voor Ronaldo. Ronaldo hier weer de actie van Cosimo. Nog 20 minuten op de klok. Vieira. Hier komt Cosimo opnieuw. Oh, goed druk gezet daar van Tony. Probeert Cosimo lastig te maken. Probeert de aanval te vinden via Ronaldinho. Dat verloopt heel soepel. Hier gaat Cosimo weer. Goeie actie. Och, prachtig gedaan. Maar die bal gaat uit. En het is een corner. Gelukkig gaat de corner nemen. Dat is vrij opvallend. En Ronaldo, bijna gelukt. Maar die kans uit in de handen van Edwin van der Sar. En die speelt hem dus diep. En uiteindelijk... gaat Cosimo hier weer in de aanval en lijkt het erop dat Cosimo ook zijn tweede persoonlijke overwinning gaat pakken. In zijn tweede wedstrijd gespeeld in de Eredivisie. Solide spel van de Italiaan. Doet het waanzinnig goed. En het was wel een leuk gevecht tussen Tony Kok en Cosimo. Maar ja, doordat Stefan met 4-0 verliest... ja, dan is het gewoon niet meer te doen. Dan kan je Tony Kok het alleen maar waarderen dat deze twee heren het nog zo leuk maken. Dat ze lekker naar voren gaan en lekker aanvallend spel vertonen. Maar ja, het is het enige wat je kan doen eigenlijk in zo'n situatie. PEC Zwolle gaat nog 5 minuutjes even een beetje rondspelen. Hopelijk een kansje... maken. Het zou leuk zijn voor Tony als hij nog een gelijkspel ervan kan maken of eventueel nog kan winnen. Oké, de combinatie. Oh, lekker gedaan. Hierdoor gaat Bruno Fernandes. Nee, dat is Mbappé. Bruno Fernandes verdedigt mee. Mbappé krijgt hem geluk mee. Zit het dan T? UCBA. Ronaldo. Och, en goed verdedigd daar door Bruno Fernandes. En dat betekent dat we het laatste aanval hebben van PEC Zwolle. Wordt diep gestuurd. Daar gaat Cruyff.
En dit is de laatste aanval van Tony Kok. En die wordt in de kiem gesmoord. En dat betekent dat Heracles hier gaat winnen met 7-2 van PEC Zwolle. En voor PEC Zwolle wordt het allemaal heel erg lastig om nog te kwalificeren voor die play-offs. Daar zijn echt nog wel wat mogelijkheden in, maar niet op deze manier. En in ieder geval, Cosimo wint ook zijn tweede wedstrijd. En de punten zijn dus voor Heracles. Heracles 7, PEC Zwolle 2.